vrijdag 25 november. We staan hier in het nieuwe cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Met een van de belangrijkste mensen, mag je wel zeggen, die wij hebben in het cultuurhuis. Want zij moet alles regelen. En met alles kan ik ook zeggen dat er echt heel veel geregeld moet worden. Heidi, als ik om me heen kijk, dan denk ik dat jij een blij en tevreden mens moet zijn. Ik ben een zeer tevreden mens. Er zijn zo ontzettend veel geïnteresseerden. Er zijn mensen die zich verbonden voelen met het cultuurhuis. En zich eigenlijk al helemaal thuis voelen. Want kijk om je heen, er zijn allemaal tafels bezet. Heerlijk aan het eten, aan het genieten. En dat geeft ons ontzettend veel energie. Heb je geen pijn in je hoofd gehad van tevoren? Nou, meer slapeloze nachten vooral. Ik heb echt ontzettend hard gewerkt met de hele ploeg. Met de vaststerre ploeg, die vallen ook bijna allemaal om. Vele vrijwilligers met mij. Maar deze dag geeft zoveel draagvlak en zoveel breedte, waardoor je ontzettend veel plezier en genot hebt. Ja. Ja, de mensen hebben natuurlijk in de media best het een en ander meegekregen over wat er gebeurd is met het cultuurhuis in aanloop naar wat we nu hebben. En iedereen die zal gedacht hebben van jongens, wat gaat dat allemaal worden? Maar ik denk dat de gemiddelde Krimpen aan de Lekker en misschien ook wel Lekker Kerker hier beren trots op mag zijn. Zeker. Ik moet zeggen, ik heb nooit gedacht wat moet het nou gaan worden. Ik heb altijd wel de guts gehad om te blijven gaan. Blijven gaan, blijven ondernemen en vooral blijven knokken voor hetgeen waar je voor staat. En dat doe ik niet alleen, maar met de 60 man die achter mij staat en met een geweldig vrijwillig bestuur. Ja, want als we om ons heen kijken, ja, het ziet er allemaal fantastisch uit natuurlijk. Allemaal vrolijke, blije mensen. Maar er moet hier natuurlijk nog wel wat gaan gebeuren de komende tijd. Ja, ja, de plannen worden gesmeden of zijn gesmeden in het hoofd. En we hebben grootse plannen gekeken naar de theaterzaal vooral. Hè. Daar moet echt een professioneel programma gedraaid gaan worden. Er is een programmaraad ontstaan en daar zitten een aantal deskundige mensen in om een mooi programma te gaan ontwikkelen. En dat zal wel per 1 februari, het liefst 1 januari, maar dat is wel heel ambitieus. 1 februari zal dat zeker wel direct van start gaan. We hebben wel een oudejaarsconferentie op 22 december, Arie Vuik. En daar bent u zeker van harte welkom. Ja, dat zag ik net liggen toen ik binnenkwam. Heel leuk dat we daar in ieder geval al mee kunnen gaan openen. Maar er zijn nog heel veel meer leuke dingen hier te beleven in het cultuurhuis. Ja, ontzettend veel. Sowieso zijn alle activiteiten die ontwikkeld zijn de afgelopen 4 jaar zijn verhuisd naar deze locatie. Dus het Haakbreikcafé, onze Herman met zijn koffieochtend, Nelly koffieochtend. En we hebben Creëcafé, alles is eigenlijk doorgegaan. En dan heb ik het alleen maar over de creatieve dingen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel informatieve en andere zaken die we verzorgen. Het is nu ook mogelijk om de ruimte te huren. Hè? Je kunt de ruimte huren voor een feestje of een zakelijke lunch. Dus mochten er vragen zijn of interesse zijn, dan zijn we daar nu ook in gespecialiseerd. Ja, en een hapje en een drankje, alles is mogelijk hier tegenwoordig. Ja, ja. Alles is mogelijk. Niets is te gek. Nou, dan gaan we het daarbij afsluiten. En ik wens jou natuurlijk ook vandaag nog heel veel plezier en succes. En nog eventjes er tegenaan. En dan vanavond denk ik de benen omhoog. Ja, gaat het kaarsje zeker uit. Het huis is geopend voor iedereen uit de Krimpende Waard. En verder dan dat. En voel iedereen zich van harte welkom om hier eens langs te komen. Laten we het daarbij houden. Iedereen is van harte welkom in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Pile sur nos unes des orages, fin temps d'amour, c'est l'amour fort. Mille fois te prie ton bagage, mille fois je prie. Se souvient dans ses chambres sans berceau des éclats de fièvre tempête. Plus rien ne ressemble à rien. T'avais perdu le goût de l'eau et moi c'est lui de la moi.
marche, c'est tout de sortilège. Et tu sais tous mes engouements. Tu me gardais de piège en piège. Que vivre en paix pour des amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le cours exulte. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon temps. Bibliotheek van Krimp aan de Lek. Wij zijn sinds vandaag in het cultuurhuis gevestigd. Al onze boeken zijn hier naartoe verhuisd. We hebben nieuwe kasten en heel veel zin om hier onze dienstverlening weer aan u te bieden. We zijn dagelijks open. Vanaf dat we nu in het cultuurhuis zitten zijn we dagelijks open van 10 uur tot 5 uur. En dan 's morgens alleen met gastvrouwen, gastheren. En 's middags kunt u ook nog meer vragen stellen en kan er ook eventueel nog financiële handelingen gedaan worden. We hebben boeken voor kinderen, we hebben boeken voor volwassenen. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Volwassenen kost het €39 voor een heel jaar. Kunt u hier ook gezellig uw krantje komen lezen, tijdschriftje lezen. En het cultuurhuis is iedere dag open vanaf 9 uur. En er zijn heel veel activiteiten in het cultuurhuis. Maar vergeet vooral niet eens even binnen te lopen bij de bibliotheek. Nummer 16.
En dan leer je in een oogwenk zoveel bij.
Er toen zijn betoverend door mij. Veroveren de jongen door die rijkdom. Maar vraag nooit wat het nooit zou kunnen zijn. De regen, de rivier, dat zijn mijn moeders. De weiger, de rotten, lucht en land. En alles staat met alles in verbinding.